Soap story, lach en huil story, list, liefde en bedrog, alles komt voorbij. Soap story, lief en leed story, want elke week opnieuw zijn wij van de partij. Het leven is te kort voor te veel zorgen. Zorg voor jezelf en doe er niet aan mee. Soap story, haat en nijd story, zie vreugde en verdriet, geniet van PBT. Dames en heren, Bubbles is dood. Lang leven Freak! Ik heet nu tegenwoordig Freak en ik ben tegengezet, want een vriendinnetje van Artichok, Inger, komt heerlijk een kopje thee drinken. Inger is hier! Daar is Inger! Hallo! Ik ben wel helemaal te shock. Oh ja, die ging ik afdoen, hè? Ja, doe jij hem even af. Zeg, gaan we vanavond nog naar Bulken? Nee! Het zijn alleen maar homo's, daar kan ik dus niks mee. Dan gaan we ook niet naar Hitford Town, blijven lekker een avondje in mijn huisje. Ja, ik laat je mijn huisje zien, nee. Want hier ben ik net gaan wonen met Kev. Oh, wat enig, wat leuk! Heerlijk huisje, hè? Nou, ik heb dus gisteren gegeten, hè? En ik ben dus gesneden in de artichok. Oh, nou, verschrikkelijk. Oh, wat een drama, honey. Wat een drama. Maar ik ben van de hoofd van de communicatie. Ja. Dus we gaan nu communiceren. Punt 1. Ja, Stefan, hè. Oh, die moet een afklikkniek. Hij zit aan de drugs. Nog steeds. Best wel vlucht. Oh. Moeten we hem niet vragen of hij bij artichok wil? Nee. Nee, oh. Oké, punt 2. Punt 2. Oh, we zijn op vakantie met zijn vriendjes. Waar naartoe? Ja, dat weet ik niet. Heel ver weg. Turkije of zo, en ik mis hem. Waar is hij toch? Oh. Op vakantie, denk ik. Hoera, het is gelukt, ik heb gewonnen. Inge schat, was je nooit aan begonnen. Want Tosh krijgt alles wat hij wil. Hij gaat vanavond weer van wil. Nu heb ik hem. Heb ik hem, haha. Inge dacht, laat ik hem maar goed verstoppen. Fout gedacht, want Tosh kijkt heus wel uit zijn doppen. Uit is al die kleren, we gaan lekker copuleren. Want nu heb ik hem. Heb ik hem, haha. Fantastisch, fantastisch, ik ben fantastisch, oh. Fantastisch, oh, ik ben fantastisch. Ja, ik ben, ja, ik ben. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Het is bewezen, wie met mij wil kezen, die roept achteraf. Het was fantastisch. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Ik hoor ze kletsen, wie met mij wil ketsen, die roept achteraf. Het was fantastisch. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Straks pompen, ik heb geen rem, maar nu heb ik hem. Fantastisch, fantastisch, ik ben fantastisch. Oh, fantastisch, oh, ik ben fantastisch, haha. Kunnen we hier beginnen? Wat vind jij van Artichok? Artichok hangt aan de grote klok. Ik wil uit. Ik wil naar Bulken. Ja, maar ik wil ook niet naar Bulken. Dan blijven we hier. Gaan we een spelletje doen. Raad je plaatje of zo. Niet leuk. We moeten wel goed communiceren, hoor. Anders wordt het niet wat in het leven. Dan communiceren we maar, hè. Zullen we een glaasje draaien? Glaasje draaien? Glaasje draaien. Dan gaan we overleden mensen oproepen met een glaasje. Oh, er zijn heel veel dood in de soap. Best wel gezellig. Ja. Ik kan bijkletsen. Met Frans. Ruikt je naar heks? Oh, het is altijd heerlijk als de pintjes weer in de aanbieding zijn bij Albert Heijn. Ik heb zo zin in een pintje. Oh, wat heb ik zin in een pintje. Ook altijd fijn als ze de kar alvast voor me klaarzet, hè? Oh, kijk wat er gebeurt. Mijn bediende is ziek en ik zoek raad te gif.
van Laura. Ik wil haar vergiftigen. Ik ben zo kwaad op haar. Zij komt gewoon weg met die moord. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb zo'n hekel aan Laura, hè. Oh, waar staat de rattengif? Waar, oh waar? Het is verschrikkelijk. Kunnen we hier beginnen? Niet boos worden, laten we stikken. Gewoon communiceren blijven. Kunnen we hier beginnen? Oké, mooi. Oh, ben je zo'n machtig blie met die plaat, hè? Maar je moet ze wel goed onderhouden, want anders ga je het allemaal kapot en zo. Dus dan moet je even met zeer, dan moet je al even poetsen. Lekker poetsen, lekker schoon maken. Dat is goed voor de plaat. Hè? Oh, ik kies dat plekje niet weg. Dus je kunt ook nog meer fris bieden, dat is ook mooi. Kijk. Mijn god. Ik leef nog. Ik ben niet dood. Kan ik hier weer wonen? Sander! Ja, ik leef nog. Je bent hartstikke dood! Ik ben ja Kasper Trabat, snapt hij weer niks van. Was hij niet beurs op hem of zo? Nee, je was niet boos. Nee, je was niet boos. We waren heel goede vrienden, alles was heel goed. Ik moet hier weer komen wonen. Ik heb een schuilplaats. Nee, ik moet hier wonen. Ja, hè? Ja, kijk, ik vind nu genoeg. Dat vind ik machtig mooi. Ja. Ik ben wel alleen. Maar ik ben wel een plaatjes terug komen maken. Dan moet je niet storen. Ja, dan ga ik even. Nee. We gaan beginnen. Ja, oh, wat een gezellig. Zo, kom maar. Hallo. Inger. Ja? Dat is niet goed, je moet je vinger erop leggen. Niet er. In, maar erop, ja? En dan vragen we, geest, bent u daar? Wilt u met ons praten? Ben je in shock? Nee, achtershock. Oh ja, we moeten wat vragen. Stel een vraag. Wat heb ik ooit misbroken? Oh, dat is wel heel duidelijk. Kijk, een plaat voor me, kom. Je kunt zo maar... Ik heb een nieuw plekje nodig in mijn woonwagen. En ik dacht, misschien wil jij mijn klusbak worden. Oh, dan ga ik lekker weer klussen met mijn boer. Ja, dat kan je wel goed. Maar dan moet ik eerst mijn boer ophalen van meneer, hè? Ja. Bij mijn koeienstal. Dat heb ik al niet gegeten. Oh, je koeienstal? Ja, doe dat maar. Hier kunnen we in mijn plaats spelen. Oeh, die kat is een beetje vettig. Zien jullie het verschil tussen dat en een koe? Ik kan niet. Zo, voer dat. Oh, wat ga ik vragen? Hoe is het met Sander? Dood. Oh. Dat kan niet goed zijn. Vindt u ons aardig? Dood. Oh, je dood? Wat rent er bloed? Dood! Hoe eindigt artisjok? Dood! Nee, niet artisjok! Dood! Als ik vind het eng, Inger! Ik vind het eng! Zo, vanavond eten wij artisjok. Lekker! Heb je geld voor dit product? Of ga je het stelen, Leonie? Nee, ik betaal alles netjes. Betalen? Waarom betaal je mij dan niet? Maar ik heb niet zoveel geld. Wel geld voor deze waardeloze troep? Oh, kijk en geen geld voor Goerai? Ja. Ik heb goed nieuws. Ik wil mijn geld. Ik heb goed nieuws. Sander leeft nog. Dan kun je hem in de gevangenis laten komen. Sander leeft nog? Ja. Laura moet de bak in. Nee. Het is verschrikkelijk. Ik ben nog zo boos, hè. Sander heeft het gedaan. Nee, Laura heeft Ricardo vermoord. En
Iedereen denkt dat het Sander heeft gedaan. Jij gaat maar eens wat regelen. Jij zorgt dat Laura de bak in komt. En hoef je mij niet te betalen. Ja, we hebben een deal. Reus, wat een gruwel. Niks van een gil. Wat een fantastisch idee. Oh ja, mond toch geen domme doos. Vooral begin er nooit aan. Ja, wat ben je hond? Sander! Hij zorgt dat Laura de bak in komt. En hoef je mij niet te betalen. Dood! Alweer dood! Sander! Jeroen!